We zijn aangekomen bij de laatste video over de periode 1848 en 1914. En even een belangrijke mededeling voor basiskaderleerlingen. Dit stukje stof over modern imperialisme hoeven jullie niet te kennen. Andere leerlingen moeten dit wel kennen, dus blijf vooral even kijken, want ja, jullie kunnen vragen krijgen op je eindexamen over het modern imperialisme. En wat is dat dan? Nou, het slaat op een periode vanaf ongeveer 1870 tot 1914, begin van de Eerste Wereldoorlog. En met modern imperialisme wordt eigenlijk de wedstrijd bedoeld, de race zou je kunnen zeggen, tussen verschillende Europese landen, zoals bijvoorbeeld Nederland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, België, die grote delen van Afrika en Azië uh, gaan innemen om daar kolonies van te maken. En hier op deze kaart zie je dan waar dat toe geleid heeft. Je ziet dat Afrika en het zuiden van Azië, het zuidoosten van Azië dat die helemaal verdeeld zijn in allerlei gekleurde gebieden. De paarse gebieden zijn bijvoorbeeld in handen van Frankrijk gekomen. Het oranje gebied dat is in handen van Nederland gekomen. Je ziet daar de jaartallen bij staan. Uh, waarin ze worden overgenomen door die Europese landen. En je ziet dus eigenlijk dat zo'n beetje heel Afrika en een heel groot gedeelte ook van Zuidoost-Azië, dat dat uh, verdeeld wordt onder die Europese landen. Zij gaan hun rijk, hun imperium, gaan ze uitbreiden. En vandaar dus modern imperialisme. Ja, en waarom gaan ze dat doen? Nou ja, ten eerste omdat dat best wel veel aanzien geeft. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Nederland, hè, dat zijn de oranje gebieden. Nederland is maar een heel klein landje op de kaart. Maar heeft met Nederlands-Indië bijvoorbeeld wel een gebied in handen, wat we daar rechts op de kaart zien staan, wat net zo groot is als heel Europa. Dus daar waren veel Nederlanders best wel trots op. Maar dat aanzien was eigenlijk niet de belangrijkste reden voor dat moderne imperialisme. Dat komt toch vooral voort weer uit die industriële revolutie, die industrialisatie. En dat licht ik even toe met de voorbeeld van uh, Groot-Brittannië en India. India was voor Groot-Brittannië de belangrijkste kolonie in de 19e eeuw. En Engelse fabrieken die hebben natuurlijk grondstoffen nodig. Nou die konden ze mooi... Uit die kolonie halen. Dus er werd bijvoorbeeld heel veel katoen uh, of olie of zo werd aangevoerd vanuit India naar uh, steden als Liverpool en Manchester, waar dan uh, die grondstoffen in die fabrieken werden gebruikt. om er weer producten van te maken. Bijvoorbeeld textielproducten zoals kleding en kleden. Ja, en die producten die kun je dan dus ook weer verkopen in die koloniën. Want jij kunt daarom, dat je daar de baas bent, kun je de mensen verplichten of met allerlei regelingen in ieder geval stimuleren dat zij jouw producten ook gaan kopen. Dus die koloniën die kunnen ook weer gebruikt worden als afzetmarkt voor de producten die in de fabrieken gemaakt zijn. En zo zie je dus dat er een soort wisselwerking is tussen aan de ene kant de industrialisatie en aan de andere kant het moderne imperialisme. En hiermee komen we dus echt aan het einde van deze video en aan het einde van deze serie tot 1914. In 1914 zal de Eerste Wereldoorlog uitbreken, en daar zal dat moderne imperialisme ook een rol in spelen.